581.204 kilometer. Kijk, dat zijn nou serieuze kilometerstanden. Met een BMW met 6 cilinder dieselmotor. Ik denk een 3 liter. Het is een 325. Hij voelt heel erg standaard aan. De motor is soepel, krachtig. Maar niet ja, echt snel of zo, zeg maar. En dit is denk ik een 3 liter. Dus dezelfde motor als de 330 diesel. Heeft daardoor een enorm tuningpotentieel. Maar als je echt lang met een auto wil doen, dan moet je hem niet tunen en ermee gaan lopen trappen vervolgens. Want dan lukt dat niet. En dat is hier nou heel zeker weten niet meegedaan. Want wat een keurige, fijne auto is dit. Ik ben niet naar zo'n ding op zoek. Hij staat denk ik ook niet te koop. Maar als je hem zo tweedehands kunt vinden, qua interieur in ieder geval, dan is er geen enkele reden om hem niet te kopen. Petje af. Ik ben heel benieuwd of die van de eerste of de zoveelste eigenaar is. Maar het is sowieso geen auto die 5 of 10 eigenaren gehad heeft, denk ik. Want dan zien ze er meestal ook niet zo uit. We hebben er inmiddels een kilometer of 15 op zitten. Als ik dan een klein beetje ga mierenneuken, dan staat het stuur iets scheef bij rechtuit rijden. Hij bonkt een beetje met plots remmen. Ik denk dat de voorste draagarmrubbers aan de voorzijde versleten zijn, de reactiearmrubbers. Er zit wat speling op de versnellingspook, dus dat is gewoon wat ruimte in de verbinding tussen pook en versnellingsbak. En het linker wisserblad komt niet hoog genoeg op de ruit, dus die slaat best wel een stukje van het raam over. Ik denk dat er in dat mechaniek iets niet helemaal in de haak is, waardoor die ja, dat niet haalt. Maar meer heb ik dus tot nu toe niet te mouwen. Ook in het uitdrijfsysteem kun je zien wanneer die aan bepaalde onderhoudsitems toe is. Het ziet er ook allemaal keurig uit. We werden ingehaald door iemand die hier denk ik niet zo vaak rijdt. We rijden nu op het Zeisterspoor en hier wordt me vaak gecontroleerd op snelheid, jongen. Ik denk dat we misschien wel 1 op de 5 klokje rondopnames controle tegenkomen of even moeten uitleggen wat we aan het doen zijn. Dit keer ging het voor de Porsche meneer goed. Wat kunnen we nog eens roepen over een BMW 3-serie? Nou, het is natuurlijk een iconische auto met heel veel liefhebbers. Een auto die altijd in de top 3 staat bij de meest gezochte occasions op autoweek.nl. Vandaag hebben we een hele mooie. Een 325 diesel, 6-cilinder, uit 2009 met 580.000 kilometers op de klok. En alles bijgehouden. We gaan kijken hoe die er aan toe is. Marco, welkom. Wat een prachtige 3-serie sedan heb je meegenomen. Ja, dankjewel. En je houdt wel van een stukje rijden, hè? Ja, ik rijd heel erg graag. Ik zeg altijd, ik ben met het stuur in mijn handen geboren. En als je naar Milaan moet voor het werk, dan pak je de auto in plaats van het vliegtuig. Oh god, ja. Heel veel liever dan wachten op die vliegvelden. Deze auto komt uit Luxemburg. Ja. En die heb jij gekocht in 2013. Klopt. Met bijna 1,5 ton op de klok. Ja. En je hebt er wat bij gereden. Ja, er staan inmiddels 440.000 kilometer bij. Hoe is dat om zoveel te rijden met deze auto? Het is een feest. Het is iedere keer weer, als ik hem zie staan, als ik instap, ik blijf het een heel erg fijne auto vinden. Deze auto, die past mij en die past bij mij. Kun je dat uitleggen? Wat maakt die auto nou zo lekker? Ja, het rijdt heel erg goed. Het heeft nog steeds fatsoenlijke wegligging. Het zit goed. Het is niet te groot, niet te klein. Hij is veilig, zuinig. Ja, voor mij is het een ideale reisgenoot. Je wordt ouder met zo'n auto, je rijdt veel kilometers. Ja. Dan komen er natuurlijk dingen die slijten erin. Ja. En als bestuurder kan je die soms niet helemaal opmerken. Nee.
Joep kan dat natuurlijk wel. Precies, dus ik ben wel heel benieuwd waar Joep mee komt. Je verwacht wel dat hij nog iets vindt? Ja, Joep is kritisch en Joep is deskundig. Mm. En Joep is neutraal, zeg maar. Hè. Ik heb een band met die auto, dat heeft Joep niet. Nee. Dus ik verwacht zeker dat er iets uit gaat komen. Okay. Ja. Maar je maakt je geen zorgen? Ik maak me geen zorgen. Dat wat er uitkomt, dat wordt ook aangepakt. Eigenlijk nog een van dik hout zagen en planken diesel. Ik noemde dit net een van dik hout zaagmen planken diesel. En dan kun je misschien denken, wat bedoel ik daarmee? Nou, dat leg ik graag uit. Dit is een hele lijvige motor. Een 3 liter zescilinder met relatief laag vermogen. Ik denk iets van 210 pk of zo, standaard. Er zitten relatief eenvoudige Bosch Common Rail solenoid verstuivers in. Een relatief eenvoudig EGR-systeem, een inlaatspruitstuk zonder kleppen. Het is allemaal gewoon vrij simpel. En oh ja, ook nog een fatsoenlijk gedimensioneerde distributieketting die niet razendsnel verslijt. En dan kan het dus allemaal heel lang mee. De binnenkant van zo'n motor, nou, die is haast niet kapot te knuppelen. Vanaf hierboven bezien, een paar kleine dingen die opvallen. Er is recent een dynamo vervangen, teken van goed onderhoud. Er is een kleine zweterij aan de vacuümpomp. Dat is ook meteen de enige lekkage die ik nu zie. En als zometeen blijkt dat dat ook de enige lekkage is die heeft, dan zou ik dat zeker oplossen. Een ander ding wat net even ter sprake kwam, dat is het roetfilter. Die is namelijk sinds 280.000 kilometer niet meer aanwezig. Daar zal iets van storing op geweest zijn. En daar zit ook een beperkte levensduur aan roetfilters, aan alle roetfilters. Sinds 1 januari van dit jaar, 2023 dus, mocht je volgend jaar kijken, zijn we daar strenger op gaan handhaven bij de APK. De zogenaamde deeltjesmeting of opaciteitsmeting wordt uitgevoerd bij diesels. En bij die meting vallen enorm veel dieselauto's door de mand, omdat dat roetfilter niet goed werkt. De auto zelf heeft dat niet in de gaten, maar in de praktijk stoten die dingen veel meer vuiligheid uit dan zou moeten. Is je auto nou ouder dan 1 januari 2017 en gaat het om een personenauto, dan is er een soort exit mogelijkheid. In plaats van een nieuw roetfilter van duizenden euro's vaak, kun je ook bij de RDW aangeven, hey, mijn auto heeft geen roetfilter meer. Dan betaal je iets meer wegenbelasting, maar mag je met een niet goed werkend roetfilter alsnog door de APK. Uiteindelijk gaan die dieselauto's toch allemaal verdwijnen. En om dat proces wat geleidelijker te laten gaan, denk ik, is er een overgangsregeling. Wat het mogelijk maakt om ook een iets oudere diesel toch nog eventjes in de benen te houden. Het is een lekker verfrissend kort lijstje onder de BMW tot zover. De reactiearmrubbers, tijdens de proefrit al benoemd, zijn inderdaad versleten. De vacuümpomp zagen we vanaf de bovenzijde al lekt een beetje, maar dat is ook de enige lekkage. Dus zeker de moeite om dat op te lossen. Daarnaast zien we een kleine lekkage bij de aansluiting van een van de intercoolerslangen. En dat is het hier aan de voorkant. Aan de achterkant van de auto hangt het differentieel in 3 verschillende rubbers. En daarvan is er eentje voor een groot deel doorgescheurd. Oh ja, en daartussenin, ik vergeet het bijna, ik had het nog niet opgeschreven. En dat is iets, het is niet chic, maar het is ook geen ramp. Er lijkt een klein beetje diesel te lekken bij het brandstoffilter of de aansluiting van het verwarmingselement daarin. Een diesellekkage is natuurlijk niet zo erg als een benzinelekkage, maar wel iets om snel op te lossen. Ik denk alleen dat die oplossing in dit geval vrij eenvoudig is. Namelijk bestellen van een nieuwe unit met verwarmingselement bij de BMW dealer.
En dan ben je in een half uurtje klaar. Deze band heeft net iets meer dan 4 mm profiel. 4,3 om precies te zijn. En hij is redelijk gelijkmatig gesleten. Aan de binnenzijde iets verder dan aan de buitenzijde. Niks abnormaals. Er zitten slijtageindicatoren op die de minimale profieldiepte van 1,6 mm markeren. Bij de APK in Nederland wordt je auto afgekeurd als een band minder dan 1,6 mm profiel heeft. En is het profiel kleiner dan 2,5 mm, krijg je een advies om de band te vervangen. Dan zou je zeggen, je kunt hier nog een heel eind op rijden. En dat is ook waar. Maar er zit nog een slijtageindicator in deze banden. En die zit op 4 mm. Ik had het net met de eigenaar van de auto over dat deze banden zo lang meegaan. Nou heb ik niet gevraagd tot waar die ze oprijdt. Maar ik heb de website van Vredestein er even op nageslagen. Dit is namelijk een all-season band en dus ook een winterband. En die verliest zijn eigenschappen als zijnde winterband vanaf 4 mm profiel. Deze band is dus versleten als je hem ook in de winter zou willen gebruiken. Hier zit een kleine speling op het achterwiel. En die speling komt uit een kogel of een scharnierende kogel van een van de draagarmen. De bovenste draagarm aan de achterzijde, om precies te zijn. En samen met de rest van het lijstje ben ik dan beperkt tot 4 puntjes die ik tijdens het rijden merkte. En 6 die ik bij de inspectie heb genoteerd. Op een auto van 14 jaar oud met 581.000 kilometer is dit echt een heel kort lijstje. En ja, er zweet wat diesel bij het brandstoffilter. Dat is niet chic, maar ja, we zien hier veel slechtere en gevaarlijke defecten. Dus ja, ondanks die puntjes kan ik niet anders dan een dikke pluim of in mijn geval duim geven voor auto en eigenaar. Want dit is weer een mooi rijdend bewijs dat je zo'n auto langdurig in een goede conditie kunt houden, mits je er netjes mee omgaat en niet bespaart op noodzakelijk onderhoud. Het hoeft geen hok te worden als die veel gelopen heeft. Integendeel, en hier staat weer een mooi bewijs daarvan. Marco. Ja. Je had er een goed gevoel bij. Mm-hmm. De keuring zit erop. Joep heeft een behoorlijk bescheiden lijstje. Ik denk dat jij tevreden bent. Ik ben heel erg tevreden. Ja. Ik wist zeker dat Joep een trots. Aantal dingen... Trots. En trots. Ja. En trots. Ik wist zeker dat Joep wat dingen zou gaan vinden. De rubbers heb ik inderdaad aangedacht. Dat daar iets meer zou kunnen zijn. Want daar heb ik in mijn tijd nog nooit iets aan gedaan. Of aan laten doen. Ja, voor de rest... Een paar kleine dingetjes, ja, dat gaat gewoon gebeuren. En dan kun je gewoon lekker verder. En dan ga ik nog jaren verder. Want het motorblok is zo droog als de woestijn. Ja, precies. Ja, nou mooi. Ja, dus wellicht zien we elkaar weer bij een miljoen. Ik zeg graag, we spreken af om elkaar nog een keer hier te treffen. Ja, lijkt me goed. Ja. Ja, dank voor je komst.